een absolute aanrader ook op het Filmfest Gent is de nieuwe film van de Portugese regisseur João Pedro Rodrigues. Het is een bekende regisseur in wat men noemt het circuit van queer cinema. En hoewel dat natuurlijk juist is, zou dat toch een beetje reductief zijn, een beetje om zijn films alleen maar te reduceren voor interessant voor een Hollywood publiek. Want zijn films zijn echte cinematografische creaties. En ik denk dat mensen die geïnteresseerd zijn in vernieuwende, originele en zeer ongewone cinema ook dit nieuw werk van Rodrigues niet mogen missen. Even situeren. De titel is The Ornithologist. En raar maar waar. Rodrigues heeft ook een opleiding genoten als ornitholoog. Dus in die zin is de film waarschijnlijk voor een stuk autobiografisch of projecteert in ieder geval zichzelf in de hoofdpersoon. Dat is een ornitholoog die in de zeer ruwe natuur van Noord-Portugal onderzoek doet naar vogels uiteraard. En op zeker moment is hij onvoorzichtig en zijn kajak die over de rivier dobbert, die wordt meegesleurd en plotseling komt hij in een wereld terecht die totaal onbekend is voor hem, waarin hij allerlei vreemde ontmoetingen heeft, waarin hij ook een aantal beproevingen doorstaat. En hoe langer, hoe meer blijkt die film toch ook een religieuze context te hebben, of een religieuze symboliek. En dat klopt, want wat hij heeft willen doen, Rodrigues, dat is zijn versie maken, of een lezing, een zeer originele lezing, van de in Portugal bekende legende van Sint Antonius van Padua. Een 13e eeuwse patroonheilige. Zoals die heilige, dus doet de protagonist een aantal ontmoetingen. Sommige van die ontmoetingen zijn zeer seksueel geladen, andere zijn vooral symbolisch. De film doet daardoor een beetje denken aan de Louis Buñuel van La Voie Lactée. Maar de film is ook zeer grappig, want hij ontmoet bijvoorbeeld Chinese pelgrims die uiteindelijk geïnteresseerd zijn, die hem willen castreren. Hij ontmoet een herder die de naam heeft Jezus. Hij ontmoet een bende topless vrouwen die gewapend zijn met jachtgeweren. Dus de film heeft een vorm van absurditeit. Er zit ook een mystieke dimensie in. En het is zoals andere films van de regisseur, dus Rodrigues, is het een aaneenschakeling van elementen die je zou denken die niet bij elkaar passen, maar die op een miraculeuze manier toch wel een grote eenheid vormen. Ook de natuur is zeer belangrijk, de natuur die geladen is door mystiek en die hij dus fotografeert, die in beeld brengt op een zeer geraffineerde en een zeer wel doordachte manier. Dus de toeschouwer die geïnteresseerd is in films die zich niet houden aan platgetreden paden en die proberen iets radicaal anders te doen met het vertellen van een verhaal, mogen deze zowel grappige, mysterieuze, raadselachtige en af en toe ook hermetische film zeker niet missen.